Yo mensen, tof en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe aflevering van Stonehearth. Ik hoop dat jullie er super veel zin in hebben. Ik heb super veel gedaan tijdens de 24 uur livestream. Ik heb net ook even wat off-cam nog wat gedaan. Een paar dingetjes die niet interessant zijn en die jullie al hebben gezien. Wat heb ik allemaal gedaan? Nou, ik heb dit plekje, deze Goblin Village, die heb ik geraid. Die zijn dood, die bestaan niet meer. Hartstikke chill natuurlijk. Ik heb hier mijn shepherd plekje gemaakt. Hier komen de schapen, hier komen de konijnen en hier komen de kippen. Wat super chill is. Ik heb hier nog een trapper zone. Deze kan in principe ook wel weg, want dan wil ik alleen hierboven houden. We hebben heel veel saplings, dus we kunnen heel veel hout hier fixen. Nou, dan zie je nogal liggen overal van die houtblokken. Super gunstig. Ons farm hier is ook super veel geüpgrade. Ben ik ook heel erg blij mee. Ik weet niet wat dit hier doet, maar deze kan sowieso weg. A dangerous goblin. Oh jee. Nou, daar kunnen we heel makkelijk even gewoon op af en even zwaar gaan ownen. Wat natuurlijk ook super gunstig is, want we hebben echt super veel. Super veel man, jongens. Heel erg chill natuurlijk. Kijk, die gaan we gewoon ownen. Hoppakee, allemaal two-handed swords. En bam. En ze komen nog meer invaders aan. Wat in principe helemaal geen probleem is, want we zijn gewoon hartstikke sterk. Hier, hoppakee. Alleen die archers, die zijn nogal een beetje een probleem. Want die kunnen echt heel veel damage doen. Daily update gaat hartstikke goed. Ons eten super chill. Er is weer wat bijgekomen. Dus we krijgen een nieuw persoon erbij. En dat willen we natuurlijk ook zien. Wat ik vooral wil gaan focussen is... Ik wil 2 nieuwe footmans erbij hebben. Want ik wil 2 nieuwe archers hebben. En waarom archers? Archers zijn natuurlijk super gunstig. Even kijken wat in de chest zit. Helemaal niks bijzonders. Archers zijn natuurlijk super sterk. Dus dat wil ik fixen. Ik heb hier ook een road gemaakt. Zodat ik heel makkelijk gewoon naar de overkant kan komen. Ik dacht, dat is wel handig. En hier worden huisjes gemaakt. Nou, nu ik dat allemaal heb gezegd, dat is eigenlijk het belangrijkste. Wat ik ook ondertussen even wil gaan doen. Ik wil mijn blacksmith veranderen. Ja, ja, ja. Naar een engineer. Waar ik super blij mee ben. Oké, dus die is nu een engineer. Super chill. Dan wil ik eentje met veel mind. En dat is deze. Die gaat ook nu even alles doen. Die wil ik weer veranderen naar een blacksmith. Moeten we het even een seconde geven. En dan kunnen we blacksmith selecteren. Dus dat is ook super chill. Dan hebben we gewoon weer een doodnormale blacksmith. 3, 2, 1. Poef. Hoppakee. Kijk, dan wordt die dus onze blacksmith. En dan wil ik er ook nog even gaan kijken. Want ik heb nu natuurlijk wel een paar leuke workers. Ik denk dat deze dude het wel kan worden. Deze dude kan ook even een footman worden. Dan begint hij wel met level 1. Is in principe helemaal geen probleem. Dat ruimt ook nog. En we willen natuurlijk ook gewoon aan de gang met dit allemaal. Maar, we hebben één probleem, want nou, we hebben heel veel items natuurlijk. Alleen, ik wil even een mooie opslagplekje fixen, want dit wil ik hier niet meer hebben. Dit ziet er nogal best wel lelijk uit, want ik wil mijn farm wil ik een beetje mooier maken. Dat gaan we vandaag niet doen, maar ik wil mijn farm een beetje tactisch indelen. Lijkt me wel heel erg nice. Nou, zoals je al ziet, ik heb hier ontiegelijk veel potjes. Dus mij lijkt het ook heel erg nice om ergens, ik denk hier, dit is ook wel een mooie plek. Laat ik dit ook even weghalen. Destroy. Hoppakee. Mij leek het wel heel erg fijn als wij... Oh, we hebben zelfs chests. Als wij hier gewoon overal chests neer gaan leggen. En daar gewoon allemaal steen. Dus vooral steen en klei in gaan doen. Zodat dat niet overal ligt. En dat is natuurlijk super irritant als het overal ligt. Dus dan kunnen wij... We moeten even wachten tot het allemaal is neergelegd. En dan kunnen wij zeggen dus tegen al deze dingetjes van... Hier zit natuurlijk heel veel in. Dit is bijna gewoon allemaal al vol. Dus dat is super naar. Maar dan kunnen we alles opslaan. Alles wat we willen. Dus dat is super chill. En dan kunnen we alleen resources. Hier none. Maar alleen resources. None. Alleen resources. En dat doen we gewoon met alles. Dus dan kunnen we beter sorteren. Kunnen we beter die dingetjes doen. En is het gewoon 10 keer fijner als zij items nodig hebben in plaats van dat ze dan overal random naartoe moeten lopen. Want dan kunnen ze gewoon allemaal makkelijk hier. En want we hebben natuurlijk super veel resources. Dus dan kunnen we ook tegen dit zeggen van ik wil hier geen resources. Ik wil hier geen resources. En zie hoeveel nu al weggaat. Zie je? Dus yes. Oh, there, township. How are things for you? It's been pretty quiet, but you know, it's a bad sign when a bird stops singing. My guess is wolves, goblin wolves. Watch your borders. Oh ja, oké. Ja, dan komen die goblin wolves.
in principe geen probleem is. Die kunnen we wel makkelijk aan. Alleen die zijn wel, wel heel erg naar. Oké? Okay? Zijn die echt fijn, zo te zeggen. Onze blacksmith, die moet even levelen. Dat is een beetje een probleem, want ik heb net een nieuwe blacksmith. En dan moet hij al meteen gaan levelen. Nee, maar wat ik even moet doen, en ik denk dat het hier zo is. Dan zijn ze dus allemaal bezig. Dit is, ik heb koper nodig. Dat is iron. Iron kunnen we ook wel goed gaan gebruiken. Dus ga alsjeblieft hier naar boven. Iemand. En ga hier even mijnen. Zo, hoppakee. Dan kunnen we daar even gaan mijnen. Misschien aan de achterkant ook. Kijk, dan kunnen we hier ook gewoon gaan mijnen. Hoppakee, maken we hier even een laddertje zo naar boven. En dan kunnen we hier ook even zeggen van... Yo, mijn dit even allemaal weg. Want dat is allemaal koper. En dat kunnen wij hier ook. Hoppakee. Denk ook allemaal meer iron of tin. Iron of tin. Ik weet het niet. We kunnen het ook niet selecteren. Maar dan krijg je in ieder geval gewoon heel veel ores. Dat super chill is. Oké. Okay. Dus nu hak ik ze dat allemaal weg. Ik weet niet waarom hij eerst helemaal hier naartoe gaat lopen. Terwijl je het makkelijk eigenlijk gewoon hier kan doen. Maar oh, hij wil heel graag dat dingetje maken. Dat dacht ik al. En dan kunnen we ook even tegen twee van deze zeggen van... Yo, ik wil niet dat jullie gaan bouwen. Ik wil niet dat jullie je job gaan doen. Ik wil dat jullie alleen gaan mijnen. En dan routes haar gaan ze dan alleen maar mijnen. Wat super chill is. Nice. Dus onze chef, die kan nu een stone oven maken. Willen we natuurlijk zo snel mogelijk fixen. Maar dan kunnen wij rose pollo maken. En weet ik voor wat we allemaal kunnen maken. Dus dat is super chill. 8 kleedbed voor blood of cloth. Nou, als ik dat heb, dan sure. Ik denk niet dat ik het heb. Waar is onze sheep? Is dit hem? Nee. Ik weet niet waar onze sheep is. Want hier liep altijd een sheep rond. En die is nu verdwenen. Misschien is hij dood. Helaas. Daily update. We krijgen gewoon weer een persoon erbij. Momenteel 24 mensen. Tarquath joins Midland. Dude, wat zijn je stats, bro? Ik ben heel erg benieuwd naar je stats. Ben je een beetje goed? Hij is heel goed in craften. Oké, dat is nice om te horen. Want crafting hebben we ook nodig. Oh, dit is coal. Oeh. Dat vind ik ook wel leuk. Trapper ook level up plus 10% health en 25 beter om te trappen. Wat een beetje vreemd is, maar oké. Hier klikken we nu ook overal naan op, want wat ik alleen maar hier wil gaan doen, is dat hier alleen maar hout in gaat. Ja, je hoort het goed. Hout. Only hout. Want dit is natuurlijk mijn houtplekje, dus dan kunnen ze dat allemaal makkelijk hierin stoppen. En dit wil ik ook allemaal weg, want hier komt alleen animal pelts en skin in. En cooking ingredient en animal feed. Alleen die twee dingetjes komen hierin. En ik hoef hier ook geen cooked food. Dat hoeft niet. Maar dan komt dat in ieder geval allemaal daarin. Want dat zit hier heel erg vlakbij. Wat we natuurlijk ook moeten doen. En dat is ook een beetje een probleem dat we dat nog niet hebben gedaan. Is eten voor ons... voor ons diertjes. Dat is natuurlijk ook fijn om te hebben. Dus we gooien ons oventje gooien we hier neer. Hoppakee. Die gooien gewoon heel random blijkbaar gewoon daar neer. En ik wil ook even kijken wat voor level mijn pottery momenteel is. Steeds niet level up. Een beetje heel erg vervelend is. Maar daar ben ik al echt super lang mee bezig om die dude te levelen. Alright. Dus nu kunnen wij dit allemaal gaan maken. Kijk, we kunnen nu 10 rose pollo's maken. Wat mij natuurlijk super veel eten geeft. We kunnen wat sheep feed maken. En hier, dit wil je altijd maintain. Ik doe er gewoon 5. Maintain de 5. Want het is belangrijk dat je dit altijd gewoon maintaint. Want je wilt niet, natuurlijk niet dat je dieren doodgaan. Maintain betekent altijd, je moet minimaal 5 van in je inventory hebben. Dus dat is super chill dat ze dat aan het doen zijn. Hier kunnen we ook... Laat ik mij eerst maar even dit doen. Hij gaat lekker koken. Wat super gunstig is. En dan komt het allemaal vanzelf wel. Hoe gaat het met mijn blacksmith? Mijn blacksmith doet het ook hartstikke goed. Kijk, hier, dit kunnen we allemaal weer zeggen van... Yo, ga allemaal maken. Want ondanks we natuurlijk een nieuwe blacksmith hebben... moeten we alles overnieuw gaan levelen. En hier ligt heel veel iron. Nou, dat is super chill. En hij mag dit ook wel even weer door... Hallo? Wacht, dan kunnen wij slicen. Kunnen we niet slicen, kunnen we x-rayen. Zo. Dan kunnen we zeggen van... Yo, maak dit verder. Maak dit verder. En graaf dat gewoon verder. Niet maak, maar graaf. Zo. Dus dan krijgen we daar ook weer superveel van. En als we dus die ores nodig hebben, dan pakken ze die ook gewoon. Wat super gunstig is. Dit is mijn trapper area. Dit is mijn farm. En dit is mijn farm. Het ziet er serieus hartstikke goed uit. Ik ben hartstikke blij hoe dat allemaal loopt. Mijn huisjes schieten niet echt op. Eentje is bijna af. Heeft 21 stone chests nodig. Dus onze mason is waarschijnlijk ook gewoon nog heel erg bezig.
Of niet. Of hij chillt hem gewoon heel hard. Maak 21 van die chests alsjeblieft. Oh, Grua just attacked by goblins. Flee. Oh, dat is niet leuk. Jongens, ga hierop af en val ze aan. Oké. Okay. Waarschijnlijk zijn ze niet zo super moeilijk. We hebben de 6. We hebben 6 footmen. 6 mensen die ons... onze army bestaat uit 6, laten we het zo houden. Dus als het goed is, moet het geen probleem zijn om ze te ownen. Nee, hier precies. We ownen ze echt super snel en super zwaar. En ze zijn nu al weg. Dus dat is hartstikke mooi. Ze zijn nergens anders. Ik zie ze niet. The wolves joyfully... Oké, yip yip awoo. Nice. Dus die zijn blij. Hartstikke chill natuurlijk. En het ziet er allemaal goed uit. Ik bedoel, we hoeven niet echt ergens zorgen om te maken. Want alles loopt gewoon super chill. Ik weet wel dat... ja, ze hebben echt heel honger. Alleen, daar zijn ze nu... daar zijn ze mee bezig. Ik kan er niks beters mee maken. En we hebben 1 steel nodig. Dat gaat ook nog een tijdje duren, want het moet level 4 zijn. Dus het was eigenlijk niet handig om dat meteen te gaan maken. Het was handig om... eerst wat voorraadjes, steel en dergelijke te hebben. Maar hier... Ja, kijk. Als hier gewoon 1 iemand naartoe gaat... Check hoeveel iron hier ligt, jongens. Dit is echt jackpot in Stoneheart, jongens. Echt jackpot gewoon. Er komen weer allemaal enemies aan. Is geen probleem. Kunnen we gewoon makkelijk... ik moet gewoon even zeggen van ga dat verdedigen. Dat ze gewoon daar altijd staan. Ze komen er nu ook op af. En ze gaan hem nu ook ownen. Ik bedoel, ze zijn niet... Ze worden elke keer natuurlijk sterker. Maar wij worden ook elke keer sterker. Nou, eigenlijk niet. Wij worden niet sterker. Dat is aan de ene kant heel jammer dat we niet sterker worden. Ik hoef hier niks van te kopen. En ik wil wel dat mijn mensen dit allemaal graag willen gaan verdedigen. Come on. Kunnen jullie ze killen, alsjeblieft? Dank je. Nu die duwt daar in het hoekje. Dank je wel. En nu die duwt daar. En dan gaan we straks ook level up. Nee, we gaan niet level up. Kijk, nu kan ik gewoon zeggen tegen die dudes, wat blijft daar staan. En dan kan ik uiteindelijk hier ook turrets maken, wat super chill is. Dus het loopt allemaal gewoon goed. Alleen, ja, ze hebben wel gewoon, eten nodig. Wat een beetje heel vervelend is. En nu lopen ze ook weer weg. Not sure why. Ja, we komen 2 eten tekort. En net worth komen we tekort. God damn it. Dat is niet chill. Oké, dat is niet chill. Hoe gaat het met mijn Carpenter? Als het goed is... Ja, ik wil heel graag deze maken. 35 attack, jongens. 35 attack. Realiseer even dat echt superveel is, oké? Okay? Als ik het chill natuurlijk. Laten wij 10 van deze gaan maken. Hoppakee. 10 van die chashes. Zodat die ook wel even level up gaat. Hoe gaat het met deze manneke? Kijk, hier kunnen we ook gewoon 20 van maken nu. Super chill is. En we kunnen stamina toxic tonic maken. Ik ben er niet zo fan van. Ik wil heel graag deze maken. Use by herbalist to provide a lot of healing. Use for goods. Bla bla bla. Die wil ik heel graag fixen. Maar dan hebben we bundle of fiber nodig. En als het goed is, met mijn farm kan ik dat nog niet maken. Nee. Uiteindelijk kan je dat wel. Oh shit, ze gaan dat allemaal om meteen. Nee. Remove that shit. Hebben ze het nou geremoved? Of. Remove. Dank je. God damn it, dat wou ik niet eens doen. En ze gaan het al gewoon fixen. Maar dit is momenteel mijn stad. Ik ben er heel erg blij mee. En hier kan ik uiteindelijk ook gewoon dingen gaan maken. En dat wil ik ook zeker weten gaan doen. Ik denk dat dit ook echt... Ja, dit is immens veel, joh. Hoeveel iron hier niet ligt... Is echt insane. Dit is gewoon echt de jackpot. Dit is echt gewoon letterlijk de jackpot. En dat is natuurlijk super chill. Want we hebben het natuurlijk nodig. Alleen als het goed is, kan hij alleen nog maar koper... Ja, iron komt nog niet. Iron komt later pas. Dus level 2 is dat. Dat is wel een beetje naar. Er loopt hier een big guy. En wat zeggen wij tegen big guys? Nee. Ik weet ook niet waarom we nee zeggen tegen big guys. Maar we gaan hem even ownen. Want ja, ik wil gewoon dat hij weggaat. Zo simpel is dat eigenlijk. Oh shit, er komen daar zelfs ook mee. Nee, we gaan hem eerst gewoon ownen. We gaan er gewoon eerst naartoe. We gaan deze grote dude ownen. Ik denk dat we hem heel snel kunnen killen. Dat kunnen we zeker weten. Dus dat is nog een keer. Allemaal refugees. Die zijn, als het goed is, gecaptured genomen ergens. Ik weet eerlijk gezegd niet echt precies waar. Maar die zijn weer gevangen genomen. Oh, dat is gewoon hier weer. Dat ben ik echt letterlijk... Sta ik echt letterlijk naast. Dus die kunnen we ook meteen even gaan ownen. Hoppakee, kunnen we die wolfjes kunnen we bevrijden en killen. Ik begrijp ook in godsnaam niet waarom. Dat is een beetje raar. Waarschijnlijk zit er een hele lore achter. Maar kijk, dit gaan we nu dus kapot maken. En die wolf die gaan we uiteindelijk killen. Terwijl we hier... The wolves explode joyfully from the cage. En
Jip, jip, auw. En dan zijn ze dood. Ja, ik begrijp het zelf ook niet. Maar oké. Okay. Ze zijn dood. Daar gaat het om. Ze vallen ons niet meer lastig. Ik wil even kijken hoe het gaat met onze pottery. Want deze moet level 6 zo snel mogelijk zijn. Is hij niet. Dus laat ik even een paar van deze dingetjes nog gaan maken. Een paar van een mooie fasies hebben we nodig. Want we hebben één van deze nodig. En dan kunnen we uiteindelijk deze gaan maken. Oh, we hebben ook een wall-mounted tapestry nodig. Wat is een wall-mounted ding? Hoe de flipping hell maken we deze? Wall-mounted tapestry. Ik heb eigenlijk geen flauw idee. Oh, die maak je gewoon van 4 fiber. Oké. Okay. Oh, het staat al in de queue ook. Oké, okay, nou, dat is niet zo super moeilijk om te maken. Moeten we even wat fiber collecten. En die liggen hier gewoon. That's it, denk ik. Ik denk dat dat het is. Yes. Fine animal goods approaches. Ik zou deze wel graag willen. Yes, thank you. 2 leertjes is altijd wel wat fijn om te hebben. Voor de rest ziet het allemaal goed uit. We moeten gewoon wachten. Het is weer ochtend. En het ziet er allemaal gewoon hartstikke goed uit. Heel, kijk dit dan, jongens. Dit is toch bizar hoeveel dit is. Dit kan toch gewoon niet meer. En het blijft maar komen. Het stopt ook gewoon niet. Je zou denken van, hey, ze zijn nu klaar. Maar nee. Het gaat waarschijnlijk gewoon nog meer door. Het is zoveel kool, dude. Zoveel kool en zoveel iron. Wat super goed is. Je hoort mij echt niet klagen. Maar ik ben hartstikke blij mee hoe het allemaal nu loopt. 1 huisje is bijna klaar. Oh, deze hebben we nodig. De Wall Mounted Tapestry. Die zit daar gewoon. Die is daar gewoon aan het chillen. God damn it. Wij hebben die nodig. We kunnen ook nu heel veel brons ingots gaan maken. Dat ga ik ook zeker weten doen. Want deze duurt moet zo snel mogelijk level 2. Want ik heb 266 iron momenteel. En dat is nog niet eens wat hier ligt. Oké. Okay. Dit telt als het goed is dan nog niet mee. Dus moet je even nadenken hoeveel ik daarvan heb. Ze mogen nog meer weg gaan hakken. Want ja, ze zijn hartstikke goed bezig, dat niet. Maar het is gewoon zo ontiegelijk veel kool wat hier ligt. Dus ja, jongens, hak maar nog meer. Ik heb nog meer kool nodig, blijkbaar. Oh, painting refugee. Oh jee. Weer op hetzelfde plekje? Weer op hetzelfde plekje, want ze zijn nooit creatief. Ze hebben deze keer wel wat archers. Dus laten we daar naartoe gaan. Laten we die gaan ownen. Dan gaan we even kijken hoe het gaat met onze carpenter. Of wij al... nee, we kunnen nog geen boog maken. Helaas niet. We zijn wel nu aan het vechten. Oh, dit wordt nog best wel moeilijk, by the way. Kom ik nu achter. Deze is nog best wel moeilijk. Want ze hebben een healer. Nou, dat is niet het ergste. Maar ze hebben heel veel archers, zoals je al ziet. En archers zijn echt het naast wat er is. Want die rennen weg. Zie je? Ze rennen weg. Welk level is deze? Level 4 footman. Wow, is hij al level 4? Oh, dat gaat echt super snel. Kijk, ze rennen dus helemaal naar Afrika. Gewoon letterlijk. En ze worden dus ook nog geheeld. Dus wat ik even moet doen, is even zeggen van... Jongens, val even deze aan. Oh, wacht, die is van mij. Wacht, ze worden niet geheeld? Oh, hij wordt niet geheeld, nee. Maar zoals je al ziet, ze rennen echt gewoon super ver weg. En nu is iedereen spread out. En dat is heel erg irritant. Oké, is hij dood? Hij is nog steeds niet dood. Hij is zeer nog steeds niet dood, jongens. En ze kunnen ook niks. We gaan kijken of we geoond worden of niet. Deze dude. Dit gaat nog wel goed hier. Want deze vliegen niet. Ze vliegen wel, maar niet zo super erg. Oké, okay, ik moet even zeggen tegen mijn mensen. Verzamel hier. Ze moeten even allemaal weer bijeenkomen. Oké, okay, want als ze dat niet doen, dan gaan ze sowieso dood. Dus kom even allemaal bijeen. Ga even allemaal geheeld worden. Kijk. Dit wil ik zien. Zo, hoppakee. Ga even allemaal geheeld worden. En dat doen ze echt perfect. Hoppakee. Ze worden allemaal geheeld. En dat is hartstikke mooi. Misschien hebben wij ook een tweede healer nodig. Misschien wel, jongens. Zo. Nou, dit gaat leeg. Wat hartstikke goed is. Mijn farm kunnen we zo meteen gaan uitbreiden. Dit ziet er ook goed uit. Het ziet er gewoon serieus allemaal hartstikke goed uit. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Daily update. We krijgen helaas niet meer mensen bij. We moeten gewoon onze chef even hartstikke hard aan het werk zetten. Want we hebben veel eten nodig, jongens. We hebben heel veel eten nodig. Bedankt voor het kijken. Check lekker de volgende keer gewoon weer. Als je hem tof vond, doe even een blauwe duimpje omhoog. Later!